Hallo dames en heren en super tof te bekijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit hier gezellig aan het ontbijt met mijn vriendin. Hallo. En ik heb lekker twee stollen gemaakt. Heel anders dan anders wat je nu gedaan hebt. Oh ja, wat heb ik gedaan? Ik dacht het is een bewuste keuze. Maar nee, wat heb ik gedaan? Heel apart. Spijs niet uitgesmeerd en je hebt boter op gedaan. Ja, ik ben helemaal in de war. Normaal gesproken haal ik dat spijs eruit en dan smeer ik dat eroverheen en doe ik een beetje poedersuiker op. Maar ik ben nu dus nog echt totaal niet wakker. Ik kan nog steeds, dan draai ze gewoon om en dan pak ik een mes en dan kan je het aan die kant doen. Ja, want dat is juist iets wat ik laatst ook hoorde van iemand. Van, hey Enzo, nu eet ik mijn stolbrood ook zoals jij, toen je dat liet zien in de vlog. En dan doe ik het zelf met boter nu. Goed, in ieder geval, nieuwe dag, nieuwe dingen op de planning. Er komen straks wat mensen langs. En die gaan hier een paar dingetjes meenemen in mijn huis. Yep. Yep. En En dat is niet voor de nieuwe woning. Nee, ze gaan die spulletjes meenemen naar een andere locatie. Eén ding is wel voor de nieuwe woning. Oeh, en dat is? Oh nee, woon je ook niet voor de nieuwe woning. Oh nee. Het gaat echt allemaal weg. Ja, het gaat echt allemaal naar de... Ja. Dus dat is heel erg nice. Dus we zullen straks de deurbel wel horen. Maar eerst eventjes lekker ontbijten. Kijk, wat je dan doet is je haalt dit er gewoon uit. En dan smeer je dat gewoon eroverheen. Zie je? Zo, lekker man. Hoppakee. Weet je waar ik laatst achter kwam? Ja? Dit is ook gewoon amandelspijs, of niet? Ja. Ik dacht dus dat ik dat niet lekker vond. Maar toen we die 75.000 stappen aan het lopen waren, toen bracht jij gevulde koeken. Ja, daar zit ook amandelspijs. Dat is ook amandelspijs. Ja. Maar ja. Dat vind je wel lekker. Dat vind ik wel lekker. Het is gewoon hetzelfde. Dus ik lust gewoon amandelspijs, maar het gaat bij mij om de rozijnen en de krenten, denk ik. Ja, die vind je niet zo lekker. Nee. Nou, kijk, top. Dit is helemaal gelukt. Ja, dan alsnog een beetje poedersuiker erop natuurlijk. Oh, lekker man. Ja, dat is mijn ontbijtje. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit nou ook lekker vinden. Heel veel. Nee. Laat het weten in de reacties. En we gaan straks ook eventjes die doos openmaken. Die grote doos die ik gisteren binnen heb gekregen waar ik geen tijd meer voor had. Dan ga je ook zien wat daarin zit. Dat is alvast iets voor de nieuwe studio. Bij de nieuwe woning. Yes. En we gaan straks denk ik ook even bij de nieuwe woning kijken. Want de trap is ook klaar, hè? We gaan eventjes jullie een nieuwe update geven. En dan gaan we jullie even meenemen. En dan gaan we daar wat dingen zo vertellen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Dus even een paar nieuwe updates over de nieuwe woning ook in deze vlog. Deze gaat er ook af, dames en heren. Hoppakee. Hier ben ik nog steeds wel echt heel erg blij mee. Ja, die is heel mooi. Die heb ik ooit gekregen. Echt zo ontzettend knap gemaakt. Zo ontzettend mooi. Dus deze gaat ook mee. Yes. We verzamelen wat schilderijtjes die mee kunnen. En deze award gaat ook alvast mee, die ik gisteren heb gewonnen. Ja. En we hebben hier een paar dingetjes die we mee gaan nemen. Kijk eens even. Deze gaan ook allemaal mee. En, dames en heren, wat ook meegaat, en dit is echt heel erg groot, is de piano. En daar hebben we echt een heel erg tof idee bij. Dat gaan we later vertellen. Maar eigenlijk zouden ze er nu zijn, alleen de handrem was bevroren. Yep. Dus ze hadden een beetje vertraging. Maar ik moet er nu vandoor. Maar Marvin heeft gelukkig ook een camera hier. Dus Marvin die zal straks wat verplaatsen en het een en ander gaan filmen. Want als ik nu wegga en ik kom straks weer terug over 2 uurtjes. Dan is dus de piano weg en al die lijstjes zijn weg en nog meer dingen zijn weg. Dus dat wordt wel ietsjes kaler hier. Dus ik ben benieuwd. Dus nou, tot zo. Ik ga er meteen vandoor. Tot zo. Bye bye. Succes. Dankjewel. Nou, wat vind je van onze award? Ik vind hem prachtig. En hij gaat meteen mee. Kunnen we er maar 1 avondje hebben ervan kunnen genieten? Ja. Nee, maar hij is wel leuk. Een heel mooi plekje. Perfect. Sowieso. Nou, Danny komt eraan met de bakwagen daar. Perfect. Ja, hier kunnen we wel heel even staan. Dat is nice. Zo kunnen ze er wel langs. En zo kunnen wij nog de draai maken met de piano. Wow, we moeten de piano dus helemaal via hier zo eruit rijden. En dan daar ook nog van zo'n rolstoelstukje. En dan helemaal hier over de stoep. En dan in de bus. Hele operatie. Maar hij moest toch eruit. Dus perfect dat hij er nu uit gaat. Later. Nou, hij is buiten mensen. Al die tegeltjes. Dat geluid ook. Je ziet ook gewoon helemaal een kras. Ja, dat is echt over hoe zwaar die is. Ja, hij is echt zo zwaar. Oké, zal ik hem hier tegenhouden en dan kan jij dat ding doen. Even kijken hoor. Kan dat met ons erbij op? Echt? Jezus. Oh, dat ding is sterk. Voorzichtig, man.
Hetzelfde systeem we hebben met transportbedrijven voor winkels. Ja, precies. Die pallets vol met krabben hier en overal. Ja, dat moet wel lukken inderdaad. Ik sta wel op het randje hier zo. Staat hij goed, meneer? Zeker. Nou, dat ding is sowieso al super zwaar. Dan moet je al echt een hele scherpe bocht maken, wil hij omvallen. Ja, nou, dit gaat echt geen kant meer op. Nee, nu staat hij ook... Harde remmen, dat hij niet ineens volgens gebruik knapt. Nee, dat snap ik wel. Maar dat komt maar goed. Hij staat ook bijna in het hoekje, dus ja. Kan ook wat hebben, zo'n piano, denk ik, hoor. Het is niet één stootje en hij is uit elkaar. Nou, nee, dat gaat. Maar je wil geen schade, natuurlijk. Nee, hij moet nog wel mooi shinen daar. Precies. En daar, dat hout, daar ligt iets. En daar hebben Shona en Danny zelf van. Ja, ik ga het zo meteen wel even daar in elkaar zetten. Ja? Ja. Ik moet het gewoon zien daar. Ja, snap ik. Gewoon zelf gemaakt. Duurt niet lang meer, dames en heren. Of we gaan eens even proberen om te gaan schaatsen op natuurijs. Kijk nou eens eventjes. Lekker hoor. Ik vind het wel echt serieus heerlijk dat het zo koud is als dat het nu is. Oh, ik vind het echt heel fijn. Ik kan de trappen nog oplopen, dames en heren. Ik heb een lekker shakeje mee en we gaan eens even naar de nieuwe woning. Ik werd net gebeld dat ze er over een kwartiertje zijn. Nou, vanaf de sportschool hier naar de nieuwe woning van mij, dat is wel echt super chill. Dat zei ik ook al tegen Pim, dat is echt maar met de auto 6 minuutjes, 7 minuutjes. Dus hoe ik er nu bijna 20 minuten over doe, wordt straks gewoon minder dan 10 minuutjes. Echt super relaxed, dus dat is echt heel erg leuk. Wonen we nog dichter bij elkaar. En we gaan naar de nieuwe woning. Er worden wat dingetjes bezorgd. En dit is echt, alles komt perfect samen nu, want Myron is samen met Shiona met de bakwagen onderweg met de spullen naar de nieuwe woning. En dat zijn wel spullen die dus die... Ja, ik weet je, ik vertel het straks wel. Ik moet even op adem komen ook nog van de training. Komt goed, we gaan naar de nieuwe woning. Daar zijn ze hoor, met de bus. Mam. Hallo. Hier is de piano. Hoppa. Ja, kom maar. Ja, kan. Hoppa. Hoppa. Hoe is het? Goed, met jou? Vlogbox. Nice. Hey, met award? Ja, dat is mooi, hè? Ja. Knap, hè? Ja, zeker. Ja, heb je goed gedaan. Nou, alles gelukt dus? Ja, hij staat erin. Nou, daar zijn we, dames en heren, bij de nieuwe woning. Je ziet hier een busje staan, je ziet hier nog een busje staan. En dat is de installateur. Die is bezig met van alles en nog wat. Waar is de installateur nu mee bezig? Met de aansluitingen van de douche, badkamer. Nee, de spotjes en zo nog. De spotjes? Dingen, ja. Maar Shiona zei net, oh, er staat iets aan. Dus laten we kijken. Ik heb nog niet. Volgens mij hebben ze licht aan of zo. Oké, ja, want de trap is af. De trap naar zolder is af. Ja, dus daar gaan we eventjes naar kijken. Ik ben heel, heel, heel erg benieuwd. Dus let's take a look. Hallo. Nou, dit is de eerste trap. Dat kunnen jullie zien. Dat is van de begane grond naar de eerste verdieping. Zo, die lampjes die staan aan. Mooi, die zijn echt heel erg mooi geworden. Die zagen we dus laatst ook al bij de Airbnb house waar we waren in Duitsland. En hier hebben we dan de trap. Kijk eens even hoe super mooi die is geworden. Echt heel erg nice. Helemaal mooi van marmer zo. Kijk hoe dat eruit ziet. Echt super nice. Ja, dit is gewoon nog even voor de viesheid, denk ik. Ik denk het ook, ja. Gewoon even bescherming. Ja, ja, want er moet op zolder nog wel het een en ander gebeuren. Ja. Maar dit is hoe het er nu uitziet. Echt mooi. Met die zijkant ook hier helemaal. Ook super mooi. Ja, dat dit ook helemaal zo afgemaakt is. Ja, dat is wel echt super nice gedaan hoor. Wat staat er? Niet opstaan tot 12:12. Let op. Oh, dat is al geweest. Oh, ja. Dus daar mogen we nu opstaan. Zo, ik had het niet eens gezien. Ik was gewoon gaan lopen. Ja, dan mag je nu opstaan. Het is nu 14:12, dus... Nou, ze zijn nu nog bezig met echt super veel elektra, zoals je ziet. Maar deze trap, die ziet er in ieder geval heel erg netjes uit. Ja, dat randje komt dan nog daar, denk ik. Ja. Dit randje wat je hier ziet. Ja, dat mooi wordt afgewerkt. Ja, precies. Hier zo, ja. Want je ziet nu hier dit. Ja, maar dit ziet er nice uit hoor. Echt nice. We gaan dit later nog even eraf halen en laten we het even helemaal mooi zien. Maar je hebt in ieder geval een beetje een idee hoe de trap is geworden. Perfect. Heel erg fijn. Ja, nice. En moet je kijken eens even naar buiten joh. Oh my god, check dit. Wow, yo. Kijk hoe wit dat helemaal is. Dakterras. Kunnen we straks wel even oplopen trouwens. En ook de garage daar. Holy moly. Zo, echt, echt nice hoor. Ik word meteen naar buiten weer gehaald, dames en heren. Want ze hebben iets meegenomen van Zitmax. En dat zit hier in deze... Is dit een bakwagen of een vrachtwagen? Het is een bakwagen. Een bakwagen. Dat is ook een vrachtwagen.
Oh, echt? Oh. Nou, in ieder geval een flinke bakwagen. En daar hebben ze wat mooie spulletjes in staan. Voor de nieuwe woning. Kijk eens. Is het allemaal voor de nieuwe woning? Dit is allemaal voor jou. Allemaal voor je. Zo. Dat is wel een flinke lading. Kijk eens eventjes. Dit is wel echt heel erg nice. Ik zie sowieso inderdaad nieuwe stoelen staan. En er zit ook een bed bij. Nou, je komt op het perfecte moment. We hadden net mankracht nodig. Echt? Nee hoor. Nice hoor. Ja, zo zat ik dus ook. Jazeker. Zoveel. Ja, en er zat ook een, hoe heet dat, een Shoon Touette bij? Oh ja, is die ook? Yes! Ja, die dus. Wow, dat ben ik zo hard. Een Shoon Touette? Ja, nee, Fortuin toch? Oh, Fortuin. 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 Wow, die is ook, dat is die Teddy. Yo, ik weet niet hoe ik bij de naam Shoon Touette kom. Ik vroeg al af wat je bedoelt. Yo, ik maak altijd overal andere woorden van. Ja, jullie hebben deze uitgekozen. Ja. Nou ja, dit is hem. Marion, kan jij met ze meelopen om ze te vertellen waar het hoort? Ja. Ja, dan hebben we in één keer stoelen. Ja, dan kunnen we in één keer zitten. Ja. Ze hebben wel echt veel stoelen hoor. En veel banken volgens mij. Ja, zeker. Ah, dit is wel echt top hoor. Hoppakee, meteen weer even doorsporten. Let's go. Hoe ging het sport eigenlijk? Ja, supergoed. Ja, lekker sport? Ja, altijd bij Finn. Ik ben trots op je hoor. Je hebt nu straks gewoon 3 dagen achter elkaar. Ja, lekker hè. Toppie hoor. Oké, ja, nu gaan we denk ik even een paar keer heen en weer lopen. Even alles hier binnen neerzetten. En het was wel heel erg grappig, want ik zei van... Misschien is het wel het meest verstandig om deze zo te laten. En toen zei Meijer, nou, ik wil hem eigenlijk wel heel graag uitpakken. Ja, maar het is nu, ze zijn nu nog alleen nog met de sportjes bezig. Ze hebben niet meer echt stof of zo. Het is niet meer echt zagen of verven. Nee, precies. Dus ik denk dat het ook wel kan. En dan kunnen die mannen ook zitten, hè? Maar anders dan help ik die andere jongen nog even met dingen sjouwen. Als jij dan deze uitpakt hier... Ja, dat is goed. Dan zet ik de camera hier wel neer en dan kan je lekker uitpakken. En dan gaan we zien wat erin zit. Dames en heren, deze is zo goed als uitgepakt. Er worden meteen eventjes pootjes ondergezet door mij en Myron. En dan kunnen we hem even omkeren en dan kunnen we hem even goed laten zien. Maar hier zie je in ieder geval al de eetkamerstoelen van Zitmax. Dat is echt super nice. Kijk dan dit hoekje ook. Kijk hoe vet dat is. Lekker. Ja, dit zijn echt lekkere stoelen hoor. Lekker. Het zal er zo gek uitzien als er in één keer deze stoelen in de woonkamer staan hier. We hebben nog niet eens een tafel. Ja goed, we gaan even die pootjes erop schroeven. Hoppa! Waar Myron helemaal zo gek van werd. Kijk eens. Ah, gaan we even zitten, mevrouw? Ja, ik heb de kussen. En ik wil dat je er minimaal een uur op gaat zitten voordat je dan komt. Oké. Okay. Dit is helemaal het ding van Myron. Hè. Ze had het hier echt al maandenlang over. Ze wilde dit zo super graag hebben. Kijk, hem lekker met mijn jas. Nou, perfect. Ja, je hebt een teddyjas aan, dus... Zo, hoorde je dat? Ja, dikke schok. Ik denk dat misschien de kijkers dat wel hoorden. Denk echt zo. Schok. Ja, lekker hoor. Fijn, hè? Ja. Ik denk dat dit echt een beetje zo'n teddybankje is, waar je dan, als je geen schoenen aan hebt, dat je dan een beetje zo op gaat zitten. Ja. Ja, lekker hoor. Echt fijn nice. Hoor. Hij is ook echt mooi. Ja, super mooi. Kijk, hier een bankje. Zo, echt veel, hè? Ja, we moeten een mooie grote eetkamertafel voor hebben. Voor iedereen die langskomt. Zeker. Ik sta lekker te filmen hier op het balkon. Oh, Romeo, Romeo. Hier achter mij zien jullie het bed staan. Die wordt later in elkaar gezet. Maar de spullen zijn in ieder geval al geleverd. Dus we zijn weer een stapje dichterbij, dames en heren. En dit is wel echt een hele mooie kleur geworden. Dat hebben we echt goed uitgekozen, ook al zeg ik het zelf. Want deze kleur, dit is dan de achterwand van het bed. Dat past ook echt perfect met voor de rest wat we hier hebben qua vloer. Dus dit wordt echt super mooi. Dus dit is de achterkant, de achterwand. Dus dit wordt prachtig mooie groot.
groot tweepersoonsbed hier zo. En wat jullie verder hier kunnen zien, jullie zien dat er echt heel veel licht binnenkomt. En dat is ook precies wat we wilden hebben. En we hebben dan nog wat extra licht door alle spotjes. Dus in de spotjes die staan nu ook allemaal aan. En daar zijn ze beneden ook bezig om alle spotjes verder af te maken. Dus hier zie je ook nog een spotje zitten. Dus nu zien we ook een beetje hoe het is met het licht erop. Dus later als hier de wasbak komt en alles, dan is dat allemaal mooi verlicht vanuit die spotjes. Ja, en hier in de slaapkamer zelf al, je ziet hier drie spotjes op het plafond, daar drie spotjes, daar twee spotjes. Dus we hebben echt lekker veel licht. En hier in de hal, hierboven twee spotjes. Ja, en ik vind dit echt zo'n mooie luxe uitstraling hebben deze lampjes. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja, en met de trap ook. Ja, het wordt echt wel wat hoor, dames en heren. Echt heel erg blij mee. Zo, dit ziet er in één keer anders uit zeg. Als je dit al jarenlang daar hebt. Een piano in de hoek. Ja, ik vind het meteen lichter of zo hier. Ja, de zon schijnt ook vol naar binnen. Ja, daar komt het sowieso ook door. Maar ja, ja. Het is gewoon weg hier zo in het hoekje. Het is gewoon ruimte. Ja. Wow. Oké. Okay. Wow. Wow. Kunnen we de schoenen daar ook neerzetten. Precies. Dat is wel goed. Nou, dan langzamerhand beetje bij beetje, dames en heren. Jullie zien het. Stapje voor stapje gaat het helemaal goed komen. Zo, ik sta in de studio. Ik heb nog eventjes gedoucht trouwens. Ik had nog helemaal niet gedoucht na het sporten. Dus ik ben even helemaal opgefrist en ik sta in de studio. En ik ben op dit moment mijn setup een beetje aan het veranderen. En het was helemaal niet de bedoeling om de setup hier te gaan veranderen. Sterker nog, we zouden eigenlijk al lang in de nieuwe woning wonen. Maar goed, vertraging. Het duurt allemaal, maar dan hebben we ook wat. Dat houden we even vast. Wat hebben we hier? Normaal gesproken heb ik hier drie beeldschermen. Eentje links, eentje in het midden, eentje rechts. Maar ik heb een nieuw beeldscherm voor het midden. En dat is echt een mega beeldscherm. Die is echt super gaaf. Het is een OLED scherm. En die ga ik even in elkaar knutselen. Dus ik ga er gewoon even snel een timelapse van maken. En dan ga ik hem straks aandoen. En dan denk ik dat ik heel erg blij ga zijn met mijn nieuwe beeldscherm. Maar dan ook echt heel erg blij. Oh ja, en ik praat trouwens niet al te hard. Ik zal jullie even meenemen. Dit is echt super schattig. Ik kwam onder de douche vandaan. En toen wilde ik net Myron roepen. Maar toen zag ik dat ze echt zo ontzettend schattig aan het slapen was. Ik denk dat ze een luisterboek aan het luisteren is. Op de headset. Maar daar ligt ze. Zo schattig. Dus ik laat Myron even lekker slapen. En dan gaan wij in de tussentijd dit mega pakket eventjes hier neerzetten. Wow. Het scherm is niet zo groot als deze doos. Tenminste, ik kan me niet herinneren. Maar het is wel 34 inch. Oeh, nice. Oké, let's go. Laten we hem uitpakken. Oh my god. Wow, hij is echt veel groter dan ik dacht. Hij is echt veel groter dan ik dacht. Wow! Check dit scherm. Heel sick. Oké, ja, die is wel echt een stuk groter zoals jullie kunnen zien. En hij is ook nog curved. Ik heb nog nooit zo'n groot stekkerblok gezien trouwens. Voor een beeldscherm. Deze is echt mega. Het lijkt wel een externe harde schijf, joh. Holy moly. Dames en heren, het heeft me echt serieus best wel wat tijd gekost nog om dit helemaal voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Even mijn microfoon erbij. Kijk eens. Oh my god. Dit is bruut met dat scherm in het midden. Niet normaal. Echt niet normaal. Het enige wat ik nu nog even moet doen is dat velletje eraf halen. Dus dan beginnen we hier linksboven. En dan gaan we die eraf halen. Wauw. Dit is super fijn om te doen. Echt super fijn. Hoppakee, zo, die kunnen we weggooien. En dan hebben we hier het beeldscherm. En dan gaan we nu de computer aandoen. Dan hoop ik dat hij het in één keer doet. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Moment van de waarheid. Ik heb de computer aangezet. Ik heb een afstandsbediening bij het beeldscherm. Even kijken of hij erop reageert. Ik zie die aangaan, maar die deed het al. Ja, ik zag iets. Ja hoor. Ja hoor. Holy moly. Oh my god. Wat een bruut ding, hè. In de studio heb ik het een en ander gefixt. Ik heb... Oh,
Ik heb echt een mooie setup zo. Dat is niet normaal. Ik ga het jullie straks laten zien hoe het er nu helemaal kant en klaar uitziet. Want ik moet nog wel even wat dingetjes opruimen ook in de studio. Want het was een beetje een puinhoop. Ik ben er niet heel erg veel geweest de afgelopen tijd. Maar goed, Marvin is wakker. Heeft het eten opgewarmd. We hadden nog zuurkool over van de vorige keer. Dus we gaan heerlijk nog wat zuurkool eten met een worstje erbij. Zo ongelooflijk lekker. Als ik dit ruik, zo'n lekkere Hollandse pot. Ja, echt. Oh, heerlijk. Echt fijn. En dit is hoe dat eruit ziet. Lekker een beetje stukjes appel erbij. Heerlijk. Dankjewel, schatje. Alsjeblieft, eet smakelijk. De hele avond ben ik bezig geweest hier in de studio achter mij. Ik ga straks het eindresultaat aan jullie laten zien. Ik ben er echt super blij mee. Dus het ziet er clean uit. Oeh, dankjewel. Oeh, wat zit er tussendoor? Dat is echt heel lekker. Chocolaatjes. Special recipe. Special recipe. Nee, proef maar deze. Oeh, heel lekker. Mini kruidnootjes. Wauw, gewoon door een bakje kwark. Ja. Zo, het is hier meteen heel hol, hè? Omdat we allemaal dingen hebben weggehaald. Klinkt anders, ja. Ja, en hebben opgeruimd. Klinkt echt anders. Maar kijk eens eventjes wat ik uit de schuur heb gehaald. Want ik heb ook heel veel dingen eventjes in de schuur gelegd voor het opruimen en alvast voor het verhuizen. Maar wat hier ligt, dat heb ik echt al een tijd niet gebruikt. Het is ook echt nog helemaal vies van vorig jaar eigenlijk. Ik heb hier mijn bestuurbare auto. En deze bestuurbare auto gaat... Volgens mij, als ik me goed kan herinneren, iets van 120 of 130 km per uur. Dit ding is insane. Is niet normaal. Daar hoort deze lithiumbatterij bij. Dan heb ik ook nog twee hele dikke batterijen. En deze dikke batterijen, die hoort bij deze bad boy. En deze kan ik serieus niet met één hand optillen, want hij is gewoon zo ontzettend zwaar. Ja, wel via de achterkant hier natuurlijk. Maar dit ding is echt... Normaal. Ik zweer het je, dat is zo zwaar. Dus hier gaan we wat leuks mee doen morgen. Hier moeten ook twee batterijen in. Eentje links, eentje rechts. En dan racen met dat ding. Dat wordt echt gruwelijk. Dus ik heb ze eigenlijk even klaargemaakt. En ik heb alles opgeladen met mijn opladers. En ik heb hier de afstandsbediening. En ik wil eigenlijk alleen even testen of ze het allebei nog doen. En dan heb ik dit hier ook nog liggen. Dit zijn de kappen van de bestuurbare auto's. Dus hier heb ik de kap van de kleine bestuurbare auto. Heel erg vet. En hier van de grote. zoals jullie kunnen zien, hij is niet meer helemaal heel. Maar hij is wel echt super tof. Kijk, hij is echt enorm afgebroken hier. Maar dat komt omdat we echt hebben lopen jagen met dat ding. Dat is niet normaal. Hij heeft heel veel salto's gemaakt. En gewoon heel vaak gecrashed. Laten we het zo zeggen, we hebben er goed gebruik van gemaakt vorig jaar. Maar het lijkt me echt heel erg tof om bijvoorbeeld met deze bestuurbare auto's over het ijs te gaan. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Maar laten we even testen of ze het überhaupt doen. Ja hoor. Hoppa. Komt de stand vanaf? Moa, valt mee. Oh. Maar dit is niet normaal. Dit is zo ontzettend lijp. Als ik met deze vol gas ga, kan ik wel even voor jullie doen. Let op wat er dan gebeurt met de banden. Zand vanaf, ja. Holy moly. Zo. Oké, ik moet meteen even stofzuigen hier. Maar dat is niet normaal, toch? Dus met deze gaan we sowieso morgen even in de vlog rijden. Ik heb alles helemaal klaargezet. Morgen komen er wel ook weer langs. Dus het wordt echt een dikke vette pret. Oké, die is er klaar voor. Maar nu deze grote jongen. Oh. Even kijken of deze ook in één keer aangaat. Hoe gaat deze ook weer aan? Ook via hier? Ja. Oké, zoals het er naar uitziet gaat hij aan. Ik zie lampjes knipperen. Verder gebeurt er nog niet heel veel. Hij gaat wel aan, maar hij connect niet in één keer met de afstandsbediening. Dus misschien moet ik daar morgen voor even naar de winkel. Ik ga het nog één keer proberen. Oh! Hij deed iets. Ja! Oh, oh, wow. Ja, hij doet het. Hij doet het. Ik doe hem gewoon. Ik ga ervan uit dat dat gewoon goed is. Ze doen het allebei. Hoe super nice is dat? Heel erg blij mee. Ik ga ze even eruit halen. Zo. Oké, dit heb ik allemaal klaarstaan voor morgen. Dit gaat echt super worden. Maar nu heb ik nog eventjes iets wat ik aan Marvin wil laten zien. Kom eens even mee naar de studio als je wil. Dit wordt wel echt heel erg nice hoor. Doe even je ogen dicht. Oké. Oké, kom maar binnen. Mooi joh.
Wauw. Moet je even de deur weer dicht doen als je wil? Ja, leuk gedaan. Lekkere kerstvibe. Ja, helemaal een mooi kersthoekje van gemaakt. En super clean, hè, omdat ik het paard nu daar heb staan, daarachter. Ja, dit is... Wow, hè? Waar komt deze vandaan? Ja, ik deed die laadjes open. Ik wist helemaal niet wat ik in die laadjes allemaal had. Heel. Dus ik deed die la open en er zaten in één keer allemaal kerstspullen. Ja, die weet ik nog wel. Die ja, toen dacht ik, wat? Kijk hoe vet het is. Ja, jong, cool. Super spacend. Dus toen dacht ik, ah, nice. En ook die slinger. Dus ik dacht, ah, dit is echt perfect. Kijk hoe mooi. Clean, hoor. Heel nice. Super clean. Ja, en dit is dus... En dit is dus een nieuwe setup. Of nou ja, een nieuwe setup. Ja, een nieuw beeldscherm. Maar ook echt super clean zo. Hoppa, stoel erbij. En dan als ik kijk dan hoe dit eruit ziet, hè. Heel erg dik. En als ik dan mijn microfoon nodig heb, dan doe ik even zo. Joem. En dan kan ik zo een microfoon erbij doen. En dan kan ik opnemen. Echt, echt heel erg nice. En dit scherm is zo ontzettend ziek. Het is zo scherp. Het is echt... Ja, het sneeuwt op dit moment ook, zoals je kan zien. Maar je ziet het al een beetje, het verschil tussen deze twee schermen. Je ziet echt dat deze zo ontzettend scherp is. Dat is echt insane. Dus als jullie het goed vinden, ga ik mijn avondje afsluiten met een heerlijke gamesessie op dus het nieuwe beeldscherm. Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe dat gaat zijn. En ik heb natuurlijk dus even dat lekkere bakje kwark, wat ik ook even gaan nuttigen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En waar ik het eerder in deze video over heb gehad, ik ben het niet vergeten, dat is namelijk iets heel leuks. En daar heb ik een extra aparte video van geüpload. Dus wil je daar alles van weten, check even het linkje in de beschrijving. Ga naar de video. En misschien zie ik jullie daar. Zou heel erg tof zijn. Tot morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.